bij de woning aan de Lozenlaan 1165. Ik wil juist even de omgeving laten zien en de hal laten zien. De woning bevindt zich precies voor de lift, dus weinig loopafstand van de lift. Ik heb u meteen de berging laten zien. En deze woning is op de derde verdieping van de Lozenlaan. Te bereiken is met de lift. Meteen aan de rechterzijde van de woning zit een gigagrote woonkamer die kijkt aan de parkzijde, dus lekker rustig, geen hinder van het verkeer. Zoals u ziet, de ruime woonkamer bevindt zich in de woning. Aan de rechterzijde ziet u de slaapkamer. De slaapkamer is ook ruim en zoals u ziet ook een ruimte voor de kledingkast. En een tweepersoonsbed kan makkelijk plaatsvinden. Heeft u de keuken. De keuken heeft voorzien van een warmwaterboiler en voorzien van elektrisch koken. Dus hier is alleen maar mogelijk elektrisch koken. Let daar alsjeblieft goed op. Warmwaterboiler hebben we omdat wij hier een blokverwarming hebben. Blokverwarming kunt u daar rekening mee houden als u gewend bent met eigen cv-ketel. Dus heb je hier geen eigen cv-ketel. Meteen aan de rechterzijde heeft u een soort opslagruimte. Kleine vaste kast. En de badkamer die aparte wasruimte hebt. Een wc. Doucheruimte, een wasbak en een spiegel. Dit was de woning aan de Lozenlaan en 1165. Voordat ik vergeet wil ik even de meterpas en de ruimte van de kast laten zien. Wat eigenlijk in de woning hoort. Dus er zijn genoeg opslagruimtes. Wat betreft deze woning, dit was de woning aan de Lozenlaan, nogmaals 1165. Maak de papieren in orde en geef ons allemaal uploaden op Woonnet Haaglanden die wij vragen. En wie weet, wellicht zien wij op korte termijn voor de bezichtiging betreft deze woning. Bedankt voor het kijken.